Hi, wij zijn Direct en je kijkt naar Special TV. Goedenavond allemaal, dames en heren, groot applaus voor de presentatieduo Keizer en Van der Brink. Dank jullie wel. Goedenavond, hartelijk welkom bij de Special TV Muziekshow. Het wordt een geweldige show met de Green Monkeys. Henny Thijssen. Henny Keizer. En onze speciale gast. Dat ging heel lekker. Ja, jij speelt Elvis. Nou, daar ben ik heel blij om, jongens. En meisjes. Erwin Nijl speelt Bruce Springsteen. En speelt Neil Young. Erwin Nijl speelt zelf Cubby. Zijn jouw liedjes niet goed genoeg, Erwin? Ja, die zijn te goed om te vaak te spelen. Hoe vaak speel jij ze dan, Erwin? Nou, ik doe ze niet zoveel meer. Maar binnenkort in de Cactus in Hengelo. Dan doe ik ze hier vlakbij. En je hebt ook al opgetraind in Heerten, daar kennen wij jou van. Ja. Hoe was dat dan om voor dit hele team te mogen optrainen aan Erwin? Ja, het is altijd mooi om voor mensen op te trainen. En vooral voor mensen die het mooi vinden. Ja, die er vrolijk van worden of die er misschien een beetje steun aan beleven. Ja. Iedereen wordt er vrolijk van jouw muziek, Erwin? Nou. Marjolein, had jij nog een vraag voor Erwin dan? Ja. Heb je dieren? Heb je dieren? Een shih tzu. En die heet Kix. Oh, Kix. Dat is een klein marmotje. Okay. Maar het is wel een hond. Dat klopt. Heb je hobby's? Heb
Ik heb ik heb eigenlijk heel weinig hobby's. Weinig? Muziek, sowieso muziek. Oké. Okay. Alleen, muziek is ook wel natuurlijk ook een beetje mijn werk. Maar ik een beetje toeren met de Cadillac, dat is ook wel een hobby van mij. Waar werk je? Muziek is mijn werk. Dus ik momenteel heb ik geen andere baantjes. Alleen muziek? Ja, ik heb vroeger ook nog eens andere baantjes gehad met... In de horeca, een kranten rondbrengen. Bij de Regiotap ook? Ben je ook wel eens bij de Regiotap geweest? Ben ik wel eens geweest, ja. En dat was altijd keihard werk, moet ik zeggen. Ik vind knap dat jullie zo hard werken hier. Keihard. Met de Special TV. Dankjewel. Ja. Want ik bedoel, ja. De verslaggevers van Special TV gaan op zoek naar de muziek in het nieuws. Bij het entertainment achter de kunst en tijdens de sport. Ons nieuwsduo wordt gevormd door Adrie en Marcel. Jongens, is er nog nieuws? Alleen maar oud nieuws. Want hij is 77 jaar. Maruela. Wacht, ik doe even mijn helm af. Ja, doe maar even eerst de helm af. Ja, het is wel belangrijk een helm, hè? Ja, zeker. Want als je ouder bent, dan moet je toch opletten. Stel je voor dat je een val maakt en je hebt geen helm op. Je bent gewoon dood. Hartstikke dood. Maar wat was eigenlijk de eerste grote doorbraak? Wat voor nummer was dat eigenlijk? Nou, weet je, de Toreador, waar de laatste tijd natuurlijk veel weer om te doen is. 30 miljoen streams op Spotify. Geweldig natuurlijk. Maar die was niet zo onder de aandacht als het lied Manuela. 1971. Ja, Katner schreef toen de Nederlandse tekst voor het Duitse nummer Manuela. En ja, goud, platina. Manuela. Valt nog wel mee. Het is wel een mooie leeftijd. Ja. Maar loop je een keertje in de 80 aan. En dan denk je van, ik stop ermee, of dan denk je, hoe lang ga ik nog door? Ja, zolang ik dat nog kan, joh. En zolang de mensen erom vragen, dan blijf ik toch gewoon doorgaan even? Ja. Ja. Maar dan hoor ik zelf ook wel of het dan nog wel goed gaat of niet goed gaat. Dus maar zolang het goed gaat, blijven we doorgaan. Maar hoe blijf je zo fit door nog meer aan sport? Springen. Ja, grapje. Ja. Ik heb natuurlijk een geheim om ook fit te blijven, jong te blijven. Dat gaan we nu even samen doen. Oké. Okay. Okay? Dat doen we dan. Ja. HRLB, 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 HRLB. HRLB, 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 HRLB. Toppie! En zo blijf je springleven. Hij won de Voice Senior door zijn bijzondere stem. Hij kreeg de Buma Hollandse Meester Award voor zijn belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. Zijn liedjes werden gezongen door grootheden André Hazes, Frans Bauer en Tino Martin. Hij heeft er zelfs zijn doorbraak aan te danken. Hier is Henny Thijssen met Jij liet me vallen. Hallo mensen, voor de aankondiging. Ik zag je daar lopen, jij was alleen, jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open, ik voelde meteen dat het niet goed met je ging. Je was altijd diegene die showt en pronkt,
anders niet zien wat je had. Zie dat geluk te vaak naar je loopt. Wat is er nog over van wie ik aan baat? Jij liet me vallen, zat in de puree. Dat is slecht mijn begin, daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekiend. Zei je die woorden dat je meer had verdiend? Jij liet me vallen, wat meer van het leven. Maar zie ik je daar nu staan? Maakt het me boos dat je niet voor me koos? Ik dacht dat het anders zou gaan. Om jou te vragen hoe het nu gaat, ik weet dat het me toch pijn zal doen. Moet het zo laten, omdat het nergens op slaat. Maar wat je deed, dat had geen fatsoen. Jij was altijd diegene die showde en pronkte. Alles niet wat je zo had. Zie, schoonheid waar jij zo naar longt. Dat je achteraf dat verkeerd had in de schaat. Jij liet me vallen, zat in de puree. Dat het slecht met me ging, daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekiend. Zei je die woorden dat je meer had verdiend. Jij liet me vallen, ook meer van het leven. Maar zie ik het daar nu staan? Maakt het me boos dat je niet voor me koos? Ik dacht dat het heel anders zou gaan. Ja, we zalen. Slecht met me ging, daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekiend. Zei je die woorden dat je meer had verdiend? Jij liet me vallen, wat meer van het leven. Maar zie ik het daar nu staan? Maakte me boos dat je niet voor me koos. Ik dacht dat het heel anders. Dus zo gaan. Dank u wel, mensen. Prachtig, prachtig. Jullie bedankt voor het support. Dank u wel. Mijn co-presentator Van der Brink stelt de meest wonderlijke vragen aan de hand van plaatjes. Nu heeft ze de picto niet in de hand, maar zit ze er zelf in. En dit keer heeft ze een enorme beestenboel van gemaakt. Wat ben je echt bang voor dan? Ja, ik was ooit op vakantie in Turkije. En toen sprong ik de boot uit, zeg maar. En toen zei die Turk, die zegt tegen mij van... Schorpioenen! En ik schrok me dood. Ik dacht, wat? Dus daar ben ik niet zo wild van, okay. Schorpioenen. Want die hebben zo'n staart, weet je dat? En tak, tak, dan kunnen ze zo. Ben je echt niet bang voor spinnen of zo? Slangen, apen, krokodillen? Ja, krokodil. En ik denk ook niet dat ik daar heel erg... daar zou ik niet snel mee gaan zwemmen, denk ik. Okay. Nee. Nee. Ben jij ook bang voor... Je bent helemaal geen nee, bang Nee, ik voor. Ben helemaal niet bang. Nee. Ik kan alles doen. Ja. Ja, ik heb ook vroeger op een paard gezeten. Ja, 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 ja. Maar ik heb vroeger op paard gevallen. Ja. Door mijn rug gegaan. Ja. Maar ik ben weer opgevangen. En dan heb ik gewoon doorgereden. Ja, zo. Zo, ja, ik ben er echt niet bang voor. Ja, ik kan werken, ik kan leven. Een pittige tante, of ja, niet? Ik kan gewoon werken. Ja. Ik kan alles met collega opgaan. Ja, goed hoor. Ja. Klasse. Kan iemand nog een voorbeeld aan nemen, of dat niet? Dat klopt. Ja, toch? Zoals Linda, Jasper, Tom, ja. Dille. Ja. Ja, iedereen van het werk. Ja. Heb je ook een standbeeld nu? Nee, dat heb ik nog niet. Maar ik ga wel een keer maken. Ja, toch? Ja, voor jou.
Nou, oh, dat vind ik lief. Ja, dat vind ik lief. Als je de muziek achter de kunst zoekt, dan moet je broodnodig naar Zwolle. We zijn vandaag in Zwolle bij het Herman Brood Museum. Herman Brood die heeft hele mooie kunst gemaakt. Maar die maakte 10 doeken op een dag, soms 20. En van de 10 waren er 9 waren er gewoon niet om aan te zien. En die ene was wel goed. En die andere, daar kliederde die zo weer overheen. Maar daar maakte hij wel een mooi schilderij van. Maar ja, wat is kunst? Ja, wat is kunst? Dat is heel erg moeilijk, hoor. Ja, dat is heel moeilijk te zien. Wordt ook heel veel vervalst, hè? Omdat hij goed verkoopt. En waarom? Omdat hij bekend was van zijn muziek. Hij was heel bekend van zijn muziek. Dus hij werd ook bekend in de kunst. En er worden al 100.000 euro gevraagd voor een doek. Voor een groot doek van Herman Brood. Dus dat is heel veel geld. Is dit alleen van Herman Brood? Ja, ik heb normaal gesproken eigenlijk alleen maar brood. En nu heb ik Barbie. Dat is hartstikke leuk. Herman had natuurlijk ook zijn totale, gaf zijn eigen draai aan alles wat hij maakte. En dat zie je hier natuurlijk in terug. En op deze expositie zie je sowieso allerlei leuke dingen terug van Barbie. En in combinatie met het werk wat in het Herman Brood Museum hangt, is dat natuurlijk echt een feest om te zijn. En wat heeft Barbie poppen met Herman Brood te maken? Nou Sharon, dat zal ik je nou eens haarfijn uitleggen. In principe namelijk helemaal niets. Maar aan de andere kant, alles. Herman speelde namelijk heel veel met Barbies, na elk optreden. Hoe was je daar? Ja, ik vond het wel leuk hier. Ik vond de Barbies net wat leuker, maar die kunstwerken allemaal die hier gemaakt zijn, is ook allemaal knap werk. Ja, hij heeft Herman Brood goed gedaan, hè? Jazeker, dat doe ik hem niet na. Alleen wel met echte Barbies van levende lijven. Dus ja, Herman was wel een Barbie-liefhebber. Jij liet mij vallen. We kennen jou als iemand die er niet omheen draait. Wie liet wie nou vallen, Henny? Ja, nog een keer. Wie liet wie nu vallen, Henny? Het liedje gaat eigenlijk toen in die tijd, Johnny Sapp die had toen Thomas Berger. En Thomas ging bij hem weg. En dat was een pijnlijke situatie. Dus daar gaat het liedje over. Het gaat over dat Thomas hem in de steek heeft gelaten. Dus je denkt dat het over een vrouw ging. Maar gaat eigenlijk daarover. En je hebt ook heel veel andere nummers voor andere artiesten gemaakt. We kennen je ook van voor André Hazen. Hoeveel nummers heb je voor hem gemaakt dan, Henny? Een stuk of 10. Kom aan de stek. In totaal 1500 liedjes geschreven. Ja? En zing je zelf ook nog heel veel dan, Henny? Nou, ik vraag zoveel geld dat ik denk dat ze me dan niet meer vragen. Heb je kinderen? Heb je kinderen, Henny? Nee. Oh, geen vrouw? Dat wel. Hoe heet je vrouw? Vanessa, dus een Engelse vrouw heb ik. Oké, die kan ook zingen. Ja, wat zeg je? Jouw vrouw kan je ook zingen. Jouw vrouw ook zingen? Nee, gelukkig niet. Nee. Dan gaan we naar Sanne. Sanne, jij hebt nog wat voor Willy. Ja, dat klopt. Ja, Willy, je mag weer, want de deuren bestaan weer 25 jaar. En ja, ik mag weer een Woutland uitreiken aan jou. Ja! Hebben we het introotje van de deuren? De deuren, de deuren. Wie steekt er voor de deuren? Dat vraagt weer ons af. Hey! Ja. Robert Pater! Met haar! Met haar. Oh, ik ken jou nog anders. We kennen
steken we de deuren. Dat vraagt Robert. Robert. Oh, kom er maar in, Robert Paten. Ja, jawel, jongen. Hey, wat een succes nu, hè? Succes allemaal, hè? Toen was je, nou, een... Wat zeg je? Jong en kaal. Wat is daar mis mee? Nou, wat dikker en wat behaar. Oh, nou ja, vooruit. Maar toen was je nou een van de zangetjes. En wat een succes nu, hè? Ja, zeker. Het gaat heel goed. Maar wel met oude liedjes. Allemaal oude liedjes van vroeger. In een nieuw jasje? In een nieuw jasje. Net als jij zelf? Net als mezelf. Gina Lollobrigida. Echt waar? Die gaan we... Keizer! Een applaus voor Robert Pater! Dankjewel. Gina, Gina, Gina Lollobrigida. Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Hey, Gina, Gina, Gina Lollobrigida. Graag zou ik naar je gaan. Jij bent niet ver vandaan. En voor die reis heb ik. Zeg je nee, want jij hebt werkelijk alles mee. Het is niet moeilijk, waar ik steeds aan denken moet. Maar wat ik op die foto zie is goed. Al is het maar papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Oh, Gina, Gina, Gina Lollobrigida. Wat was het leven bij als ik bij jou kon zijn. Het voor een enkele dag. Gina, Gina, Gina Lollobrigida. Maar ach, waar denk ik aan? Ik weet dat dit niet kan. Of weet ik dat zoiets niet mag? Ik heb alleen pikante foto's van je hier. Dan sta je in je eentje op de pier aan de Middellandse Zee. Maar daarom zeg je nee, want jij hebt. Duo van je vrouw moest je Dora opofferen voor je eigen succes. Hoe kwam dat zo? Ja, we waren eerst een duo, maar toen kwamen er twee kinderen in het spel en had Dora geen tijd meer. Nee? Dus, maar misschien als het ook wat groter zijn, dat er weer een duo-single aankomt. Maar hoe kwam dat succes van Gina zo ter stand van Robert? Ja, die hadden we gezocht op internet. Een oud liedje. Gingen we een nieuw jasje doen en zo is het een heel groot succes geworden. Ja. Ja, vind je hem ook mooi? Ja. Zeker, maar
Waar treed jij nog meer op als alleen bij je feesten aan Robert? Ik treed eigenlijk tot heel Nederland op. België. Spanje. Doe je ook met Engel Bewaarders? Ja, ook. Hoe lang doe je het? Hoe lang? Ik doe het al 20 jaar. Ja, ik wil een keer met jou zingen samen, met Engel Bewaarders. Oké, is goed. Ja. Beloofd? Doen we. Beloofd. De deuren! Ja, hoezo? De deuren! Ik heb niemand aangenodigd, hoor. Ja, hoezo? De deuren was er al. Sanne, snel gaan. Ja, maar de deuren was er al lang. De deuren. Nee, maar een speciale gast. Ja, wie blijft aan de gang? Pieter Douglas? Hallo! Pieter Douglas is hier weer! Ja! Pieter Douglas, ja, dat klopt. Pieter Douglas. Wat kom je doen? Taart brengen, verrassing. Manuela moet erbij. Manuela. Dames en heren, Manuela is ook de special one. We zijn allemaal specials. Ja. We kunnen allemaal niet alles. Jawel. Ja, jij wel. Maar Manuela is de beste. Manuela is de beste. Ja, maar Manuela. Van het hele team. Ga tussen jouw collega's staan. Wat is er gebeurd vorige week? I face it all and stood it all. And did it. Ik was zo onder de indruk van jouw My Way, dat ik je hierbij uitnodig om tijdens mijn concert 30 mei samen My Way te zingen in de Schouwburg hier in Hello! Dag Manuela! The River is volgens velen het mooiste Springsteen-nummer. The River gaat over teleurstellingen en verwachtingen die niet worden waargemaakt. Maar Bruce Springsteen vraagt zich ook af, is zijn droom een leugen als hij niet uitkomt? Hier is voor u Manuela aan het zingen met The River! I came down from the valley where Mr. when you're young, taking you up to the world like your daddy's done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, into the river we dive. Oh, down to the river we ride. We go down to the river, into the river we dive. Oh, down to the river we ride. To
job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been no work on account of the economy. Now them things that seem so important, them two, they vanished right into the air. I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember it's right in my brother's car. Her body gently went down at the reservoir. Tonight on them backside lie awake, pull her close to you to feel each breath she takes. Now those memories come back to haunt me, yeah, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? No, I know the river is dry. It sends me down to the river tonight. I down to entertainment duo Michel en Edwin ervaren bij hun reportages de kracht. Muziek is van iedereen, muziek is voor iedereen en muziek kan gemaakt worden door iedereen. Eigenlijk allemaal gelijk op deze wereld. Of je nou een beperking hebt of niet, dat is maar een bijzaak. Dat zie je nou vanavond ook. Iedereen doet op zijn eigen manier muziek maken. Ik zing er wat bij en we hebben plezier met elkaar. Dat er een engel de waarde bestaat. Je kunt haar niet zien. En heb je nog eigen nummers? Want eigenlijk, de nummers die je deed, waren covers. Klopt dat? Ja, dat heeft te maken met het Josty Band Orkest. Zij kunnen maar een aantal liedjes spelen. Ze hebben een repertoire waaruit ik dan mag kiezen. En hoe ben je bij de Josty Band gekomen? Nou, via mijn moeder. Die zei, ga nou een keertje kijken bij de Josty. Toen dacht ik, nou, ik ga niet naar al die laag niveau. Maar toen kwam ik daar, toen was het echt heel geweldig. En nu zit ik er nog steeds op. Ik zit er bijna 35 jaar op. Dus dan moet ik me aanpassen aan hun. En daartussendoor heb ik dus een aantal eigen liedjes gezongen. Jij bent echt een vriend. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Die wordt een avond nooit vergeten. En dat zijn weer de liedjes waar ik bekend mee ben geworden in het land. Ja, oké. Okay, maar dat zijn weer covers. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar die heb ik wel gelukkig opnieuw op de plaat gezet. Ja. Omdat die artiesten die er dan misschien helaas niet meer zijn, is een Arne Jansen. Ja. Die heeft dan bijvoorbeeld Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. En dan vind ik het jammer dat zijn liedjes niet meer gehoord worden in het land. En dan zing ik ze nu. En kan niet eens meer meezingen. Wij hadden gehoord een gerucht. Maar klopt dat? Dat de Josty Band gaat stoppen? Nou, ik heb van dat gerucht ook gehoord. Maar dat gaat niet over deze Josty Band waar ik leiding aan geef. Maar dat is de Achterhoekse Josty Band. Dat is de Rainbow Band. Die kennen jullie misschien ook wel. Die heeft ooit eens een keer bij, hoe heet dat festival altijd in juli? Zwarte Cross hebben ze daar wel eens opgetreden. Die stoppen er helaas mee, omdat de dirigent daarvan al 75 jaar is en geen opvolging had. Die stoppen, maar ik heb wel gehoord dat de muzikanten van de Rainbow Band weer ergens anders kunnen musiceren. Maar de Zwammerdamse Josty Band, die gaat gewoon door. Volgend jaar gaan we het weer doen. Weer een concert, Marco de Hollander, live met het Josty Band. En ik heb een glas op jouw gezondheid. Jij staat. Iedereen is van iedereen. Iedereen is van.
Deze jongens uit Gransbergen en omstreken worden, let op mijn woorden, een van de grootste bands van Overijssel. Ze coveren niet alleen. Dit is eigen werk. De Green Monkeys. Jongens, ga met die man! Applaus voor de Green Monkeys. Erin, Jeroen en Henny, komen jullie hier voor het interviewspel? Met je lingo. Sanne, heb je weer mooie vragen bij je? Heb je mooie vragen van mij? Er zijn drie kleuren, groen, geel en rood. Ja. En daarop staat natuurlijk de code, wat jou zei, Michael. Maar die drie kleuren zijn ook precies de kleuren van de vragen. Die gesteld mogen worden aan de artiesten. Rood is een gevaarlijke vraag. De gele is een middelmatige vraag. En de groene is de makkelijkste vraag. Heb ik geluk. Nou, die van mij dan. Erin, laat de groene bal met het nummer maar even zien aan de mensen thuis. Ja. Een hele leuke vraag. Het eerste getal van vandaag is... Zal ik het zeggen? G6 en 40. Ja, 40. G46. Mag je nu de vraag openmaken, Erin? Ja, mag ik de vraag openen?
Dat was een beetje spannend, hoor. Ja, het is zeker spannend, ja, Edwin. Spannender dan die schorpioen en die aap en die krokodil en wat we het allemaal over gehad hebben. Dat klopt, Edwin. Ja, ik wel. Wat een hele mooie prijs. Hele leuke de vraag voor Erwin. De vraag. Jouw eigen song, kijk ik... bril erbij, nee. Ja. Ja. Zo. Voilà, een stuk beter, ja, echt. Nou kan ik helemaal niks meer lezen. Nou, wel bedankt trouwens, maar... Nee, dat lukt net, maar dan even een kilometertje afstand. Jouw eigen song, You Still Think, wordt door een film alsnog een wereldhit. Je kunt een jaar onafgebroken op wereldtour. Maar je moet hier alles per direct laten vallen en achterlaten. Doe je dat? Ja. Doe je dat, Erwin? Ja. Oh. Ja, ik ga ervan uit dat het niet voor altijd is. Ja, dat denk ik ook niet. Nee. Nieuw, welk nummer heb jij op jouw balletje staan? Wil je dat even aan de kijkers laten zien? Jazeker. Welke nummer gaat erop? Zeg maar. 63. 63. Ja. Spannend, jongen. Ja, het is zeker spannend, ja. Zo, hallo. Heulenboer had Busje komt zo en de boswachters het bananenlied. Het zijn lullige liedjes, maar wel nummer 1 hits. Hoe plat wil je gaan voor de volgende Overijsselse nummer 1 hits? Ja. Ja, goede vraag. Ja, weet je, als je tussen de regels door leest, dan is elk liedje schuin natuurlijk. Dus we kunnen, ja, voor een nummer 1 hit willen we best schuin gaan. Ja. Jij blijft er nog... In, bal over, Henny. Henny. Welk nummer staat erop? Laat kijkers maar zien. 24. Oké. Zullen we even wachten? Zullen we eerst wachten? Weet. Kom maar. Wacht even. Weet jij de. Wacht even. Wacht even hoor. Daar. Laat me eerst de vraag doen. Jouw liedjes hebben andere artiesten beroemd en rijk gemaakt. Dat lijkt vrolijk, maar het gaat bij jouw liedjes altijd over verlies en verdriet. Waar komt die pijn vandaan? Ja, waar komt die pijn vandaan? Welke pijn komt die vandaan? Ja, dat is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja? Vind je dat moeilijk? Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ja, okay. Nee, moet je het niet doen, Henny. Moet je ook zeker niet doen. Ja, doe ik zeker. Nee. Maar... Ik ga je wel stonen. Kan die? Ja. Weet jij de code? Stuur hem dan in naar specialtv@rtvo's.nl. Dit was alweer de Special TV Muziekshow van deze week. Dank aan alle artiesten, gasten en kijkers. Dit is Special TV, dus Erwin Nijhuis speelt vandaag met de Green Monkeys. You Still Think. We gaan nog één keer genieten. Wat zeggen we dan? Tot de volgende week. Bedankt voor het kijken. Two, three, four. You keep turning your eyes, and I think that I don't want it anymore. I'm never sure if I can trust you. Never sure if you met someone new. I always wish to play the scene that you were only playing games with me. Wasting up my time, and now I'm sure where they're gonna be. You still think that I need you. You still think that I want you. You still think that I love you. But I'm gonna be. Oh. I'm really fed up with you now. I was able to decide. I'm glad those nights are over when I suspected you. You said I wasn't right. But I found out that I was right, and now the only thing you do is cry. You better cry on, baby. So I hope you feel the same way I've felt it all over. You still think that I want you. You still.